Dus namens de KO Sint Lieven ben ik betrokken geweest bij heel wat projecten. Kunnen we misschien beginnen met de Tempus-projecten, met Bosnië en met Servië. Dus in de Tempus-projecten ging het vooral dus rond kwaliteitszorg en rond curriculumontwikkeling. Om samen met deze landen dus de overgang naar de Bologna-verklaring, de bachelor-masters te introduceren in deze landen, maar ook vooral dus de kwaliteitszorg. We beginnen dus met zelfevaluatie, samenwerken met het bedrijfsleven enzovoort. Daarnaast hebben we heel wat andere Europese projecten gehad waarbij we vooral naar onderwijsontwikkeling gewerkt hebben. Het gebruik van de nieuwe technologieën in het onderwijs was daar een belangrijke factor, met daarnaast ook natuurlijk de klemtoon op kwaliteitszorg, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en belangrijke tools naar kwaliteitszorg. De bedoeling was om dus samen met andere Europese landen niet alleen nieuwe technologieën, nieuwe cursussen te gaan ontwikkelen, maar ook te gaan kijken dat we tot dezelfde kwaliteitsstandaarden komen zoals verwacht wordt door de Europese Commissie. Ik denk dat die projecten vooral belangrijk zijn omdat iedereen uit zijn eigen nationalistisch hokje zou komen. Dus dat alle nationaliteiten elkaar leren kennen. We stellen in die projecten wel vast dat er grote interculturele verschillen bestaan tussen de verschillende volken, waar we soms een beetje negatief op neerkijken. Maar dankzij die projecten gaan we dus die kloof gaan overwinnen en kunnen we dus samen gaan werken dan we met dezelfde kwaliteitsvormen van onderwijs komen, zodanig dus dat de uitwisseling van diploma's meer en meer mogelijk wordt en dat we dus tot één mooi groot Europa kunnen. Dus het leren van projecten van anderen doet je dus altijd, zelfs wanneer je dus komt onderwijzen, komt erop aan. Dus dat je ziet hoe dat mensen van een verschillende nationaliteit, nog altijd in Europa, toch verschillend gaan reageren op die zaken. En dus dat geeft u toch ook nieuwe inzichten, hoe dat je mensen moet gaan benaderen, hoe dat je dus onderwijs moet gaan verstrekken. Nu, zoals gezegd, Vlaanderen wordt ook meer en meer, krijgen we daar andere nationaliteit. Het is ook belangrijk dat we in ons onderwijs gaan rekening houden met die culturele verschillen tussen onze studenten en daarop gaan voorbereid zijn. Dat is een van de belangrijkste lessen dat ik geleerd heb in deze projecten. Maar ik denk dat we meestal de doelstelling bereikt hebben. Dus in vele vormen van projecten worden we dus ook door externe evaluatoren beoordeeld. En daar stellen we dus wel vast dus dat we meestal zeer goed scoren op de projecten die we hebben uitgevoerd. En meestal voelen de meesten zich toch zeer gelukkig in de projecten. En ook ik voel mij gelukkig wanneer de anderen tevreden zijn en wanneer we de resultaten bereikt hebben zoals we afgesproken hebben in het begin van het project. Dus wat ik het meest van gehouden heb in deze projecten is dus dat ik andere mensen heb leren kennen, heb leren waarderen en dus dat we ook mijn inzichten naar onderwijs, naar Europa, naar de politiek zeer sterk gewijzigd zijn. Ik ben altijd zeer tevreden geweest van andere mensen te ontmoeten. Met deze projecten ben ik met praktisch alle landen van de Europese gemeenschap in aanraking gekomen en heb ik toch heel wat gezien en ook heel wat geleerd van al deze mensen. Dus, projecten voert je dus nooit alleen uit, moet je dus altijd met een team gaan uitvoeren. Ik ben altijd zeer gelukkig geweest in de KO Sint Lieven. Ik als dokter in de kernfysica, als kwaliteitscoördinator te kunnen samenwerken met onze dienst internationalisering, die dus deze projecten altijd prachtig heeft kunnen uitbouwen. Maar daarnaast ben ik natuurlijk ook altijd heel gelukkig geweest met de verschillende collega's te ontmoeten uit de andere landen, waarmee we als team tot dus nieuwe inzichten zijn gekomen. En wanneer ik terugdenk aan onze Bosnische projecten die we gehad hebben, ben ik zeer gelukkig dat, niettegenstaande alle politieke tegenstellingen en toch het recente oorlogsverleden dat er in dit land geweest is, dat we kunnen samenwerken hebben met de verschillende volkeren, met de verschillende godsdiensten, met de verschillende universiteiten. We hebben samenwerking gehad daar met alle universiteiten uit Bosnië. Ben ik dus zeer gelukkig geweest.
Dus natuurlijk ook onze samenwerking met Oost-Europa. We hebben ook al een zeer lange traditie van samenwerking met Polen. Heeft ons tot andere inzichten gebracht en tot een goede samenwerking in al deze projecten. Ik zou iedereen daar willen voor danken. Ik kan niet zeggen dat er mensen geweest zijn in het verleden waar wij moeilijk hebben mee samengewerkt. Nadat we dus elkaar wat leren kennen hebben en tot dezelfde inzichten zijn gekomen, hebben we toch geprobeerd om zeer goede resultaten te bereiken. Om tot goede resultaten te komen, moet je dus alle factoren een beetje tezamen hebben. Maar al de samenwerking tussen de mensen en ook de informele contacten en de vriendschap die je kunnen opbouwen hebt in zo'n projecten, helpt erbij om dus tot een goede resultaat te gaan komen. Het is vooral dus de samenwerking tussen mensen van. Er zijn projecten die succesvol zijn en die niet succesvol zijn. Meestal hebben die dezelfde middelen en dergelijke meer. Maar dus het bepaald is dus dat je dus goed met de mensen kunt samenwerken. En het projectmanagement is natuurlijk ook zeer belangrijk om tot goede resultaten te kunnen komen.